Nou, wij vinden smart charging als provincie Noord-Brabant heel belangrijk. En dat zit in een paar dingen. Wij zien een kans om door de elektrische auto te gebruiken als een soort batterij meer stabiliteit op het elektriciteitsnetwerk te creëren. Dat betekent dat we waarschijnlijk minder koper de grond in hoeven graven. En dat bespaart gewoon heel veel kosten voor de maatschappij. Dat is het eerste wat we heel belangrijk vinden. En het tweede wat we belangrijk vinden is dat het ook voor mensen mogelijk maakt als je echt je eigen zonne-energie gaat laden. Als je bijvoorbeeld niet thuis bent, maar ergens anders bent. Of de windenergie van die windturbine waar jij een aandeel in hebt. Dat het ook veel meer gaat voelen als dat die elektrische auto ook jouw eigen energie is. En dat je die vervolgens dan weer op een moment in kunt zetten. Stel dat je overdag niet weggaat en je laadt van je eigen zonnepanelen. Dan gebruik je hem 's avonds weer om televisie te kijken. Nou, smart charging is best heel ingewikkeld. Er komen heel veel spelers bij kijken. En iemand die moet daar ook een stukje gas in geven, een stukje regie invoeren. En wij pakken die rol graag op. Dat hebben we eerst al gedaan in het laadpalenproject waar het nog niet om smart charging ging. Maar wel het vraagstuk hoe breng je netbeheerder, producenten van software, van laadpalen, degene die het gat in de grond moet graven. Hoe breng je dat allemaal zo slim mogelijk samen? Daar zijn we in Brabant best aardig in geslaagd. En nu zijn we klaar voor de volgende stap. Om ook de partijen samen te brengen die voor smart charging nodig zijn. Dus denk dan aan de grote energiemaatschappijen die de windturbines hebben. Maar er komen ook hele vraagstukken achterweg van hoe je dit überhaupt regelt binnen de Rijksregelgeving. Daar hebben we een stevige lobby voor nodig. En in al dat soort dingen willen wij een nadrukkelijke rol pakken. Die laadpalen in Brabant zijn heel belangrijk. Ten eerste omdat mensen geen elektrische auto kopen als ze niet kunnen laden. En ten tweede, doordat wij die laadpalen aanbesteden, kunnen wij op een gegeven moment ook de markt uitdagen om met oplossingen te komen op het gebied van smart charging. Als het goed is, hebben wij over 5 jaar in Brabant 10.000 tot 12.000 openbare laadpunten staan. Zouden we 100.000 elektrische auto's, full electric of hybride, rond moeten hebben rijden. Dat is onze ambitie. Ja, en dat betekent dat smart charging iets is wat straks iedereen kent. En dat veel van die mensen met een elektrische auto hem ook zullen gaan gebruiken als hun eigen batterij. Zeker als de salderingsregeling ervan afgaat, denk ik dat het een grote vlucht gaat nemen. In Brabant lopen wij graag voorop op het gebied van elektrisch rijden en smart charging. Wij realiseren ons heel goed dat we dat niet alleen kunnen en dat we juist graag ook de krachten bundelen in Nederland. En een Living Lab Smart Charging kan daar een hele belangrijke rol in vervullen.